Welcome back everybody, welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag nieuwe gameplay, het is Free For All en een keer op een nieuwe map, Grind Free For All. Dus ik wist al de spans nog niet. En later blijkt ook dat er een paar mensen weggaan, dus het was nog ik tegen 5 man of zo. En ja, daardoor is het ook nog wel een best wel lang potje geworden, 6 minuten of zo. Normaal wil ik ze altijd in 4-5 minuten toch wel afsluiten, Free For All. Maar ik ging op zich wel redelijk, 30-8 op zo'n nieuwe map. Ik ga natuurlijk ook nog voor betere Free For All games. Maar ik denk, weet je wat, ik zal wel eens een keer Free For All doen. Is wel eens wel anders dan Domination, wat ik heel vaak online gooi. En het is gewoon weer Black Ops 2, PDW. Standaard klas die ik speel trouwens, is weer met 5 perks. Maar ik heb er nou dit keer, kijk, Ghost heb ik erop staan volgens mij. Hardline, Toughness, Engineer en Engineer en Dexterity. Ghost hoeft trouwens niet. Meestal heb ik Lightweight. Ik had nou even Ghost nog voor net. Want net zaten er echt zoveel gasten op Domination met UOV te spelen. Dat ik er gewoon echt razende van werd. Maar nu had ik beter Lightweight kunnen pakken. Maar ja, dat is eenmaal nou gebeurd. Dat kan je niet meer te draaien. Ik had wel even mijn Semtec weggedaan trouwens. Om Fast Mag op mijn PDW te zetten. Dat ik Fast Mag en Silencer op mijn PDW heb. Dat heb ik eigenlijk opgezet. Maar waar ik eigenlijk over wil beginnen is, ik ga weer live streamen. Zaterdagmiddag om 2 uur wil ik gaan beginnen. En dat zal tot 5 uur duren ongeveer. 3 uur lang live streamen denk ik. En wij gaan Black Ops 2 doen. Misschien wel even NW3 of iets. Of misschien een andere game, wie weet. Moet ik maar even kijken. Maar ik denk gewoon sowieso Black Ops 2, NW3. Ik denk dat we daar wel de tijd mee vol kunnen maken. Dus zaterdag de even kijken. De 23 februari 2013 ga ik livestreamen om 2 uur 's middags. Dus 14.00 tot ongeveer 17.00 tot 5 uur. En dat ga ik gewoon doen. Black Ops 2 denk ik. En ben aanwezig dan. Om 2 uur begint de livestream. Ik ga nog wel even testdraaien morgen doen. Kijken of alles nog goed werkt. Want ik heb al een lange tijd niet meer gelivestreamd. En ik wil het wel goed hebben voor jullie. Met de livestream. Dus we gaan gewoon even kijken of het allemaal gaat werken. Wat ik ook nog wil vertellen natuurlijk is, ja, laatste tijd speel ik heel weinig Call of Duty. Dat hebben jullie misschien ook gezien aan de gameplay die ik heb. Is iets minder dan normaal. Op zich, het is nog wel redelijk. Maar ik speel gewoon de laatste tijd minder. Ik ga het wel weer proberen op te pakken. Maar de laatste week zaten we eigenlijk een beetje in gesprekken op Skype. Heel vaak op avonden met de community. En dan zit je gewoon 2-3 uur te praten. En jullie denken, ja, waarover dan? Ja, over van alles. Van hoe het met je kanaal gaat, tot weet ik het allemaal niet. En er zijn zoveel gesprekken geweest, dat is ongelooflijk, waar we het allemaal niet over gehad hebben. En we zijn bijna niks meer vergeten, denk ik, overigens. Anders moeten we weer gaan praten, natuurlijk. We hebben zoveel gepraat erover. En dat is natuurlijk heel goed voor de community dat we dat gedaan hebben. Dat we zoveel daarover gepraat hebben. Om het te verbeteren misschien, om het beter te maken. En dat zie je nou de laatste tijd ook wel. Dat het meer een pact sluit nu ook. In YouTube zie je dat eigenlijk wel. En nu ook in Skype chat gaat het ook meer naar elkaar groeien. Dus dat is heel super fijn. Community komt dichter bij elkaar. Hopelijk krijgen we ook wat meer contact met Patserig Gedag en Mike Shotty. Daar heb ik zelf eigenlijk geen contact mee. Ik heb ooit een keer met Patserig Gedag gespeeld. 1 keer. Maar voor de rest eigenlijk nooit contact mee. Voor de rest moeten gewoon even kijken, maar Paul die had volgens mij wel een paar keer contact met Patserig Gedag en Mike Shotty. Dus misschien kunnen wij zo hun een beetje bij de groep betrekken. Want ze horen, tenminste ze horen er niet bij, ze horen er natuurlijk bij. Maar hun zijn toch mensen die er niet zoveel druk om maken om de community. En daardoor misschien ook een beetje buiten staan, een klein beetje dan. Ze horen er natuurlijk wel bij, ze zijn belangrijk ook voor ons natuurlijk. Om de community ook wat anders te geven, want je hebt van alles. Beast gameplay. De andere heeft een gameplay die net gaat. Commentary die best wel aardig is. Dus eigenlijk een combi. En sommigen die zijn gewoon heel goed in commentaten. En de gameplay is wel wat minder. Je hebt van alles. Je hebt ook fun. Je hebt een speciale stijl. En dat heb je allemaal in ons YouTube landje in Nederland. En dat is denk ik heel mooi om te zien. Dat wij dat allemaal verschillende dingen hebben. Ik wil gewoon alvast iedereen bedanken weer voor de reacties en likes op de Q&A-vid. Maar als het kan, ik ga proberen als het kan, ga ik morgen de Q&A-vid al te maken. Ik weet niet hoeveel delen er te komen, want ik zag wel veel vragen. Als je nog vragen hebt, stel ze gewoon in de reacties. Het kan nog steeds. En geef natuurlijk een likeje op deze video. Ik wil toch wel even kijken. We kunnen toch wel zeker wel wat likejes krijgen, denk ik weer. En dat merk ik toch wel de laatste tijd. De likejes, die zinken.
die zinken. Die zinken helemaal door het water in. Nee, die gaan toch af en toe... Ja, is het schommelend? Dus geef gewoon die likejes om gewoon te laten zien dat je het een goede video vond. Of dat je het leuk vond of de gameplay leuk vond. Een likeje is zo gebeurd. Het is gewoon echt 2 seconden werk misschien. Je gaat met je muis naar dat groene duimpje. Je klikt erop en het is klaar. Dus als jij wil liken, please doen. Reactie al te graag eigenlijk. Want de reactie is ook heel belangrijk. En liefst een like en een reactie natuurlijk. Maar reactie kan ik ook zien wat jullie vinden. En als je iets niet leuk vindt of dat ik iets verkeerd doe of verkeerd gezegd heb, zet het gewoon in de reacties. Dan weet ik het. Of zeg van, ja kijk, dit kan je beter zo doen of zo doen. Zeg het dan. Dan weet ik het. Anders weet ik het niet. En denk ik altijd maar dat ik het goed doe voor jullie of ik zeg ineens iets verkeerd. Weet ik het niet, zet het gewoon in de reacties en dan lees ik het. Want ik lees alles wat jullie in de reacties zetten. Q&A heb ik heel veel. Sommige vragen staan er ook tussen. Die heb ik nog niet beantwoord trouwens. Gewoon normale vragen, die zal ik nog wel gaan beantwoorden. Maar de meeste Q&A-vragen heb ik gewoon al eruit gehaald. En gewoon al zo vast een beetje al in Vegas geplaatst. En daar gaan we gewoon morgen hopelijk mee verder. Gaan we dat even doen. Even regelen, Q&A-vindje. Maar dat zien jullie dan misschien morgen, hopelijk. Hopelijk krijg ik het van elkaar. En zaterdag livestream dus om 2 uur. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Dit was mijn gameplay 30-8. En ik zeg tegen iedereen, see you later everybody.